Hey mensen, ik dacht ik ga nog eens een vlogje starten op mijn vlogkanaal, want vandaag komen er twee vlogs online, deze en de vorige die al online staat. Ik heb juist twee video's opgenomen en geëdit, staan ook al online. Ik zal de twee video's van mijn hoofdkanaal hier in het ergens boven in het i'tje zetten. En dan kunnen jullie die gaan zien nadat jullie deze vlog gezien hebben. Ik ga nu even naar de wc, want ik heb het warm en ik moet plassen. Amai, het is warm. Dan ben ik blij dat ik in de gang ben, want amai, oh, licht aan. Ik ga naar het wc, dus tot ze biedt. Ik ben juist klaar met plassen. En ik ga nu terug naar mijn kamer. Ja. Dit is trouwens de gang, ja. Ik ga nu mijn hoofd eens wat opfrissen, want ik zie dat ik aan het zweten ben. Ik heb zo'n washandje gekregen. Oh. Ja, dus ja. Ik ga morgen is toch schoolfeest. Komt nu een TikTok in beeld. Tot ziens na de TikTok. Hey, ik beloof je dat ik naast je sta. Dit was aan de TikTok, dus morgen is middag komt er een vlog, zoals ik in mijn vorige vlog al gezet op mijn hoofdkanaal. Een TikTok schoolfeest vlog. Ik heb juist ook, ik ga zoiets op TikTok nog een taste test gewoon opnemen, die kunnen jullie dan gaan zien op TikTok. Dat ideetje heb ik van Alton Dillon, die zal ik hier in het i'tje zetten. Heb ik Alton Dillon heet die denk ik op YouTube en op TikTok ook. Dus ja, ik ga nu ook nog wat editen. Deze vlog editen natuurlijk al een stukje, want ik ben nu nog aan het opnemen. En ja, we zijn al bij het schooljaar is bijna gedaan. Volgende week gaan we nog eens nog een laatste week koken op vrijdag, dan hebben we nog vrij zwemmen. En dan de week daarna is het niks meer, dan is alles. Bundel maken, papieren, de kaften, alles eruit halen, bundelen en dan zo de klas wat klaarzetten voor de grote vakantie, dat alles omhoog staat. Dus ja, hopelijk vonden jullie de vlog een beetje leuk. Laat het dan zeker weten in de comments. En tot de volgende keer. Hey mensen, ga hier even op deze twee kanalen abonneren. Dit is mijn vlogkanaal en mijn hoofdkanaal. Ga deze video's even bekijken. Alvast bedankt toppertjes en tot de volgende keer.